Welkom allemaal op een nieuwe podcast, aflevering van Mindsetters. Vandaag de gast Sjoerd Mooren. Graag introduceer ik je even. Je bent eigenaar van Mescherp. Je bent vader van maar liefst 3 kids. Yes. Je bent gecertificeerd Wim Hof instructeur. Ook dat, ja. Je bent oprichter en coach binnen je organisatie. Daarin doe je een stukje business coaching, maar je hebt je vooral ook gespecialiseerd in een stuk weerbaarheid voor je klanten, voor de mensen die bij je komen. Klopt. Ja. Daar gaan we het heel uitgebreid over hebben, de rest van de podcast. Leuk. Maar voor we beginnen stellen wij eigenlijk altijd de eerste vraag, Sjoerd. En dat is, wat is mindset eigenlijk voor jou? Ja, wat is mindset voor mij? Mindset is eigenlijk, hè, als je kijkt over, we zeggen vaak van ja, wat je kunt doen, hè, om je mindset te veranderen. Maar mindset wil eigenlijk, voor mij zeggen, is een staat van zijn, zeg maar. En dat is zijn in het moment. En soms kom je dingen tegen in je leven. Jullie hebben dat ook eerder besproken in je podcast. Je had het over een glas water wat je liet vallen. En dat je dan op een bepaalde manier kan reageren. Ja, dat klopt. En ik geloof erin. En dat zie ik dus ook dagelijks bij ons, bij Mescherp. Is dat mindset, zeg maar, je staat van zijn, ook mentaal, hè, zeg maar. Dus je lichamelijke staat van zijn kan heel anders zijn natuurlijk dan je mentale staat van zijn. Mm-hmm. Die zijn niet altijd congruent met elkaar. Maar dat je dat kan beïnvloeden. En met name, zeg maar, omgaan met, als je mentaal even een tik krijgt, of je krijgt lichamelijk een tik, om je daar mentaal in een andere mindset te zetten. En dat heeft dus voor mij ook heel veel te maken met mentale weerbaarheid. En dat vind ik, daarom vind ik het super vet om daar vandaag over te hebben. Ja, want, ja ik denk een onderwerp wat, daar kan ik dagen over praten. Ook met name over. Ja, nou, met name omdat ik zie dat daar is zoveel te winnen. En het gaat eigenlijk, voor mij gaat het om, je bent onbewust onbekwaam. Ja, dan word je eigenlijk bewust onbekwaam. En dan word je bewust bekwaam. En daarmee bedoel ik dat je, als je onbewust bent van dat je niet goed weet hoe je je mindset kan aanpassen, hoe je je mentaal kunt zetten naar een situatie of naar hoe je dat anders zou willen. Als je dat leert, dan kun je en daar bewust van bent. Dat wil niet zeggen dat je het altijd op de manier gaat zoals jij dat wil, maar wel dat je het bewust ervan bent dat je invloed hebt op die situatie, hoe je daarop gaat reageren. En dat vind ik echt heel gaaf. Ja, dat vind ik heel gaaf dat je dat vertelt. En daarop aansluiten, je hebt dat zelf waarschijnlijk ook meegemaakt van die onbewust, onbekwaam, die road waar je dan nu staat. Zou je ons daar eens mee kunnen nemen? Want ik weet, een paar jaar geleden was je nog sales executive of sales manager bij een grote multinational. Ja, klopt. Ja. En nu sta je hier en zit je hier en ik ken je wat beter. En ik weet ook hoe jouw mindset in elkaar zit. En je hebt een hele reis meegemaakt. Mm-hmm. Zou je ons eens mee kunnen nemen op die reis? Ja, belangrijk is het. Ik vind het echt heel belangrijk om te vermelden. En dat zeg ik ook altijd in de gesprekken die ik voer in een andere setting. Niet in een podcast, maar in een andere setting. Is dat ik ben niet degene die het allemaal weet. Ik ben gewoon ervaringsdeskundige. Mm-hmm. En dat zijn we eigenlijk allemaal. Hè? Dus jullie en ik. En het enige wat je probeert is om mensen bewust te maken van een bepaalde hoedanigheid en een bepaalde mentale hoedanigheid en ze daarmee verder helpen. En voor mij is de kern van de zaak is dat ik in mijn leven een heftige situatie heb meegemaakt waarin ik me heel slecht heb gevoeld, waardoor ik bepaalde acties heb uitgevoerd, waardoor ik op onderzoek ben uitgegaan, uiteindelijk iets heb geleerd en dat deel ik. En daarmee probeer ik mensen te helpen. Mm-hmm. En voor mij is het allerbelangrijkste is om de maximale toegevoegde waarde daarmee te bereiken. Dus dat is, mijn scherp is gewoon gezonde, gelukkige en sterke mensen maken. En ze ook houden. Hè? Ja. Zo houden in die staat, zeg maar. En dat mensen zichzelf in iedere situatie eigenlijk daarin kunnen, daar naartoe kunnen gaan bewegen, naar dat stuk. En die toegevoegde waarde, dat is voor mij al, dat is het voor mij al geslaagd, zeg maar. Ja, ja. Maar neem ons dus mee, ik hoor je ook zeggen van ik heb in een situatie gezeten dat ik denk van, dat was niet prettig. Heb je dat zien aankomen? Nee. Nee. Het was niet heel veel mensen om me heen hebben dat wel zien aankomen. Ja, absoluut. Ja. Hebben ze ook tegen je gezegd, of niet? Ja, zeker. Ja? Tuurlijk, tuurlijk. Als jij 10 jaar lang naar Utrecht, of in ieder geval de Randstad, op en neer blijft rijden, dan
ja, ik had dat zelf helemaal niet in de gaten, maar, want ik vond het superleuk om te doen. En ik ben een heel erg gedreven iemand. Ja, je wilt wat bereiken. Voor mij was dat in die wereld. Ik voelde me daar prima, ja, als een vis in het water. En eigenlijk was het zo dat in die wereld, in die mindset... Ja. Welke wereld is dat? Voor de luisteraars, ja, en de kijkers? In die sales, het is eigenlijk in die saleswereld waar ik in terecht kwam, zeg maar. Ik was, toen ik jong was, altijd ook een gedreven persoon. Eigenlijk heb ik altijd willen ondernemen. Dat is wel grappig. Maar ja, je gaat er dan thuis een keer over hebben. En ja, dan is het toch van, ja, is toch wel spannend. En misschien heb je nog onvoldoende ervaring. Dus daarom ook dat ik door, door jou met name, toen wij elkaar leerden kennen. Ja, super dat je op zo'n jonge leeftijd gewoon die droom bent aan het verwezenlijken. Ja. Dat vind ik echt heel erg knap. Want je hebt, je hebt minder levenservaring. En dus het gewoon maar doen, zeg maar. Vind ik heel knap. Ja, in mijn situatie was het dat ik dat wilde doen, maar uiteindelijk niet die keuze heb gemaakt. En ik ben gewoon, gewoon ben gaan werken. En, en uiteindelijk in een sales carrière terechtgekomen. Ja. En ja, sales vind ik superleuk. Het is met mensen werken, het is deals maken. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Het heeft heel veel met psychologie te maken. Hè? Dus hoe zit je aan de tafel? Hoe ga je om met mensen? Ja, hoe maak je eigenlijk voor zowel de inkopende partij als de verkopende partij, hè, we hadden het er hier voor de podcast ook al over, de meeste toegevoegde waarde eruit halen voor elkaar. Ja, hè? Ja. En daar geloof ik in, dat je groei samen kunt creëren. En niet dat er is nooit voor mij nooit een verliezer in een sales deal of een afspraak. En wat maakt het dan zo heftig? Is het dan die rat race, je eigen gedrevenheid of de context waarin je bent? Actief bent. Ja, nou, als je heel gedreven bent, dan kun je jezelf, en dat, daar ken ik me inmiddels goed genoeg, mijzelf genoeg voor, is dat je heel erg kan pushen om iets te bereiken. Nou, uiteindelijk kwam ik daar, maar wat gebeurt dan als jij, tenminste in mijn situatie, dan, je bent helemaal gefocust om dat doel te bereiken en uiteindelijk heb je dat doel en ja, toen begon ik een beetje om me heen te kijken van, ik heb het wel eens, ik heb wel eens een webinar gegeven waarin ik heb gehad over mentale weerbaarheid. En ik dat vergeleken heb met het beklimmen van een berg. Ik nam als analogie de K2 van Wilco van Rooyen wellicht. Dat is trouwens, dat is wel een boek wat ik zou kunnen aanbevelen. De beklimming van de K2 van Wilco van Rooyen. Als je ergens mentaal krachtig moet zijn, is dat. Dat is ongelooflijk. Ik vind het nog steeds bizar hoe mensen dat kunnen doen. Dat je dat ook echt, dat je daar helemaal voor gaat. Maar in ieder geval, je hebt een aantal stadia, heb ik doorlopen, heel bewust. In ieder geval achteraf bewust, toen niet. Maar als ik nu ik er naar terug ben gaan kijken, heb ik een aantal stadia gehad. Hè? Dus zeg maar kamp 1, kamp 2, kamp 3. En uiteindelijk sta je dan op de top voor jezelf en jouw doelstelling bereikt. Ja. En dan ga je kijken en denk je, oh jee, maar ja, dan en de weg naar beneden, die ging dan heel snel. Dus, en dat is eigenlijk voor mij is dat 2018, waarin ik tegen een burn-out aanliep. Ja. En ja, burn-out is een heel breed begrip. Daar kan ook een stuk depressiviteit bij zitten. Dat zat er bij mij ook wel in. En het heeft eigenlijk daar te maken met dat je heel erg altijd geleefd hebt voor een bepaald doel. Ja. Dan heb je dat doel en dan is het weg. Ja. En dan kom je eigenlijk in een soort van vacuüm. En dan wist ik eigenlijk niet meer daarvan, hoe moet ik nou verder gaan? Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je eigenlijk de verkeerde berg hebt beklommen. Dan ga je ervan uit dat het een verkeerde berg was. Maar dat is zeker niet zo. Ik heb ook geleerd dat wij zijn heel erg geleerd van vroeger. Ja, ik zie dat nu heel goed bij mijn kinderen. Is dat je, een 10 is heel goed, hè? En een 3 is heel slecht. Ja. Hè? Ja. En zo zijn wij ook opgevoed. Met hoge punten halen doe je het goed. Slecht, mindere punten halen doe je het slecht. Maar ik heb geleerd dat er, en dat is ook mindset, is dat er is niks anders dan resultaat. Er is gewoon resultaat. En dat is wat het is. Ik heb een actie en dan komt het resultaat uit. Ja. Dus als ik te hard rijd en dan komt mijn boete uit, dan is dat heel vervelend. Maar dan heb ik, dat is een resultante van de actie die ik heb gedaan. En zo geldt dat met heel veel dingen in het leven. Zeg maar. Zonder oordeel. Zonder oordeel, ja. Maar doe dat maar eens. Hè. Dat is weer zo makkelijk praten. Doe het maar eens, niet oordeel. Dus die berg, ik zie dan die carrière als een soort, die berg beklimmen naar dat doel. Dat kan elk doel zijn.
En ja, uiteindelijk kom je daar. En dan toen realiseerde ik me van ja, ik wil eigenlijk veel meer toevoegen. Ik wil andere dingen. En ja, daar ben ik toen. Toen ben ik in een heel diep dal, eerst in een dal geweest. En vervolgens ben ik daar weer uitgekomen. Hoe kom je nou uit? Uit zoiets? Ja, hoe kom je daaruit? Ja, dat is... Tijd, denk ik ook wel. Het is niet, dat is niet 2 dagen. Maar er zijn mensen die er 2 jaar in zitten en er zijn mensen die er 1,5 jaar in zitten. Ja. En mensen die er misschien wel hun hele leven in blijven hangen. Ja, klopt. Vooral in deze tijd ook meer en meer. We hebben vrij jonge luisteraars, veel bij jonge mensen ook. Mm-hmm. Dus hoe is het bij jou in ieder geval gegaan? Hoe ben jij eruit gekomen? Ja, bij jonge mensen is dat... ik herken wel veel. Hoe oud was jij toen? Toen dat gebeurde, ja. Ja, 2018 is 4 jaar geleden, dus toen was ik zeg maar 37. Ja. 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 Dus kijk, als je in zo'n situatie terechtkomt, daar heb je niet voor gekozen. En je loopt dan een keer, je loopt daar tegenaan en dan eruit komen. Hè? Hoe ga je dat doen? Ja, je gaat gewoon eerst moest ik nog afscheid nemen van een carrière stap. Okay. Want ik dacht van, ik ga nog een carrière stap maken. Dan zat ik helemaal weer die berg. Hè? Want eigenlijk was die berg voor mij hoger. Maar op dat moment uiteindelijk bleek dat van niet. Dus daar afscheid van nemen, dan ben je thuis. En dan één keer van 60, 70 uur werken, gewoon de hele week door. Want met mij was dat werk gewoon continu aanwezig, 24-7 eigenlijk. Hè? En dan in één keer stop, dan is er niks meer in één keer. En dan ga je eigenlijk kijken, hey, als je dat salaris eraf haalt en je haalt die carrière eraf en je haalt de auto eraf en je haalt al die randdingen, haal je eraf, wat blijft er dan eigenlijk van je over? Ja. En dan kom je in een soort van situatie waarin je denkt, jeetje, dat is heftig. En dan word je met jezelf geconfronteerd. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk opnieuw. Dus hoe kom je eruit? In mijn geval was het helemaal terug. Helemaal terug naar het begin. En dat is ook wat ik zie nu bij de mensen die bij ons nu komen. Is dat je heel veel van vroeger... Ja, je hebt heel veel conditioneringen. Je hebt trauma's. Dat wil niet zeggen dat dat allemaal hele zware dingen zijn. Maar bepaalde trauma's, daar bedoel ik mee. Dat er dingen zich echt gemanifesteerd hebben in jouw overtuigingen. Het is zo of het is niet zo. En dat drijft jou, zeg maar, door de dag heen. Daar baseer je je beslissingen op al die ervaringen. Want het heeft je ook ver gebracht. Als je kijkt naar wat je bereikt, aan de andere kant, op serieus gebied, dat zijn er niet veel. Nee. Dus ergens brengt het je ergens, maar kan het je ook ergens toe een negatieve kant hebben. Ja, goed, een resultaat wat niet voor me werkt, zeg maar. Nee, maar inderdaad, ik ben heel dankbaar voor die situatie. Ja. Waarom? Ja. Omdat ik nu weet waar die grens ligt. Precies. Dat is wel heel... En ik ben voor alles dankbaar. Ik heb een hele mooie tijd gehad. Ik heb zo ontzettend veel geleerd. En ook weer van die situatie heb ik weer geleerd. En daar pluk ik nu weer de vruchten van. En dat is wat ik nu wel voel. Dat ik meer compleet ben. En meer body heb. En sterker ben mentaal. Door deze situatie. Ja, dat horen we heel vaak. Ik spreek ook veel mensen die vergelijkbaar, of het nou depressie of burn-out of iets hebben meegemaakt. Ja. Je had niet gestaan waar je vandaag had gestaan. En dat is bijna bij iedereen. Dat is heel moeilijk om te vergelijken. Om dat te realiseren als je nu in die situatie zit. Ja. Maar het is nodig geweest. En je was nooit hier gekomen waar je nu bent. Als je dat niet had meegemaakt. Ja. En ik geloof ook dat situaties in mijn leven. En als mensen die dit zien daar zelf over nadenken. Dan kun je momenten terugvinden in je leven waarin je eigenlijk dacht, dit is helemaal geen goede situatie. Ik word er helemaal niet blij van. Ja. Terwijl achteraf denk je, dan kom je erachter van, het was eigenlijk had het zo bijna zo moeten zijn, zeg maar. En het kan zijn met de aankoop van een huis die niet doorgaat, waarbij toch een ander huis vrijkomt, of een baan die je wilde hebben, die toch het niet wordt. En zo loopt dat eigenlijk soms, het leven. Het is mooi zo, connecting the dots backwards. Dat je als je het gedaan hebt, dat je eigenlijk ziet van het had inderdaad allemaal zo moeten zijn. Ook de negatieve, ook de burn-outs, de depressies. 100%. Of de klant die geen klant wordt, de relatie die stuk loopt. Ja. Die had moeten gebeuren om de relatie die we nu wel hebben. Of het bedrijf dat je nu wel hebt. Absoluut. Ja. En vervolgens zit je daarin, je zit in dat dal. Mm-hmm. Daar is tijd voor nodig. Heb je daar ook hulp bij gehad? Je bent nu bijvoorbeeld, help je zelf mensen die in zo'n dal zitten. Heb jij toen ook hulp gehad van zo iemand? Of
Ja, was maar waar. Dat is eigenlijk, ik had ik dit soort podcasts toe moeten hebben. Want dan had ik me aan op kunnen trekken. Dat is eigenlijk waarom heb ik mijn scherp opgezet. Ik heb gewoon gezegd van, ik wil andere mensen, en daar ben ik 100% van overtuigd, dat we dat gewoon met alle toegevoegde waarde die we kunnen brengen, dat we dat doen dagelijks. Om mensen te helpen, echt die helpende hand te zijn om... Kijk, mensen moeten het zelf doen. Hè? Het is heel belangrijk dat je weet, voordat je aan de slag gaat met jezelf, dat de ander die kan jou helpen, begeleiden, een spiegel voorhouden, dat doen we dan. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja. Alleen die helpende hand is wel heel erg handig. Ja. Als je even... Hè, het voelt alsof je bent aan het... je bent eigenlijk van een berg afgesprongen dan. En je bent ergens in het water beland. Ja. En als jij niet weet waar je het moet zoeken, dan ga je die kant op zwemmen. En dan ga je die kant op zwemmen. En daar. En dan ga je het proberen. Dat is eigenlijk mijn route geweest. Ja. En uiteindelijk ben ik dan bij de Wim Hof methode uitgekomen. Die mij vervolgens geholpen heeft. En die mij wat handvatten heeft gegeven. Ja. Om weer mentaal die stappen te kunnen maken die ik wilde doen. Ja. 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 Kun je daar eens wat over vertellen, die Wim Hof methode? Ik denk meeste, inmiddels is dat een hele bekende naam. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel luisteraars of kijkers zijn die niet weten wie Wim Hof is. Voor degenen die dat dan toch niet zouden weten, die moeten even de video, die zetten we in onze beschrijving van de vorige keer, kijken over koude trainingen, et cetera. Ja. Maar kun je eens vertellen, maar wat heeft die Wim Hof methode en op wat voor manier dan voor jou betekend? Ja, heel veel. Kijk, eigenlijk, ik zat enorm in mijn hoofd in die periode, hè, tot 2018. Heel erg gedreven, heel erg, en dat zie ik ook nu bij mensen, hè, ondernemers, of het nou ondernemers zijn, of het zijn mensen die carrière willen maken, of topmanagers, het maakt eigenlijk in de breedte niet uit. Maar we zitten gewoon heel veel in ons hoofd. En alleen al leren dat er meer is dan alleen die ratio. Dat je niet alles kunt beredeneren. Dat je ook terug moet in verbinding met jezelf. En van daaruit weer de verbinding met anderen kunt aangaan. Ja, alleen al dat lerend, dat is voor mij een enorme stap geweest. Ook om de kracht op te brengen. Kijk, in een burn-out situatie, tenminste, en dat is ook wat ik veel zie, is als jij heel erg gestrest bent, of je bent mentaal op, hè, lichamelijk moe, geestelijk moe, dan gaat er niet veel gebeuren. Hè. Dan kunnen wij 100 gesprekken met elkaar voeren, maar dan als je daar niet onvoldoende energie hebt, wat ga je dan nog doen? Het ging mij in ieder geval niet helpen. Dus wat bij mij enorm werkte, was dat ik dus met mijn lichaam aan de slag ging. En daar heeft de Wim Hof methode met het ademwerk, hè, de ademoefening, wat in principe, als je het eenmaal onder de knie hebt, natuurlijk, het is net als fietsen. Hè, je moet niet verwachten dat meteen alle resultaten op gaat leveren, maar wel als je het dagelijks gaat doen en je gaat er echt mee aan de slag. Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor koude training, je moet je gradueel opbouwen. Hè, niet meteen jezelf te heftig uitdagen, omdat je lichaam, je kan dat wel, maar je bent er eigenlijk nog niet op getraind. Maar langzaam, gradueel helpen wij mensen om aan dat stuk te werken. Elke dag weer een stukje meer. Mm-hmm. Ja, en dat heeft mij enorm geholpen om de mentale... Hè, door dat lichaam te trainen, door weer in de verbinding te komen met jezelf, kreeg ik veel meer energie. Hè, dat is ook gewoon aangetoond. Hè. Uit onderzoek blijkt ook dat je daar... Je brengt veel meer zuurstof in je lichaam. Ja. Waardoor je gewoon veel meer, meer energie krijgt. Los even van het technische verhaal, maar gewoon, ik zal dat vrij eenvoudig, het valt allemaal allemaal na te lezen. Maar in ieder geval, je krijgt veel meer energie door die oefeningen. En dan combineer je dat nog eens met koude training. Dan krijg je zo'n mentale power van, dat je daardoor aan je herstel kan gaan werken. Dat is echt wat ik merkte. En dat was eigenlijk het handvat op dat moment wat ik nodig had. Ja, kijk, het is dus het doorbreken van een cirkel in het ofwel voelen, denken of doen. Je bent anders gaan doen waardoor je anders voelde. En daardoor ook anders kon gaan denken. Ja, bijvoorbeeld. Dus helpt van ieder geval. Je kunt vanuit verschillende kanten kun je die cirkel doorbreken. Ja, klopt. En daar zit het met name ook in je echt beter voelen. En je voelde je dus ook een heel stuk beter. En daardoor ook
Je voelt je eigenlijk alvast beter. Ja, als je meer energie hebt, ja. Dan is hetzelfde met mensen die... Ja, als je bijvoorbeeld, je kunt s'avonds gaan Netflixen, zeg maar. Hè? Oh, even 2-3 uurtjes Netflixen. Maar ik merk dat een half uurtje wandelen is eigenlijk veel meer... Hè? Dat brengt je hersenen ook op rust, maar heeft toch een actieve... het brengt je toch in een soort van actieve modus. Hè? Ja. Je hersenen gaan dan op... Dat is beter. En daardoor voel je je ook veel beter na een stukje wandelen dan 3-4 uur Netflix. Zeg maar. Precies. En hoe heb je die... daar heb je een aantal thema's geleerd om je uit dat dal te krijgen. Ja. Inmiddels ben je al ver uit dat dal en je bent aan het bouwen en aan het ondernemen. Pas je die thema's nog steeds toe? Zit je nog steeds wekelijks in dat koude bad en helpt dat dan ook niet alleen uit dat dal te komen, maar ook sneller te accelereren? Of? Ja, kijk, wat dat doet is, als je in aanraking komt met de kou, dan dan heb je niet veel ruimte om nog aan heel veel andere dingen te denken. Wat wij mensen leren is om dan te focussen op je ademhaling. Je focust gewoon op je ademhaling en dan eigenlijk door die externe koude prikkel. Hè? Uh-huh. Daardoor kun je eigenlijk aan niet veel meer denken dan gewoon ademen. Nou, dan ga je dan dus ademen. Ja, dan ben je, en dan, dat hoor ik dus ook, en dat is ook mijn eigen ervaring, dat mensen zeggen, oh, ik had zo'n rust of ik had zo'n focus om heel even daar. En dat gevoel, ja, dat vind ik gewoon fijn. En daar begin ik elke dag mee. Dus zo op die manier. Naast het feit dat kou ook supergoed werkt voor je weerstand. Mm-hmm. Is weerstand ook iets wat jij veel laat terugkomen in je trainingen, in je coaching? Neem ons eens mee. Hè? Wat doe je daaraan? Hoe zie je dat? Wat wij bij de Mescherp Academy doen, is mensen echt helpen om te leren mentaal weerbaar te worden. Ik heb me daar behoorlijk in verdiept. En ook als ik om me heen kijk, ik heb natuurlijk kinderen. En dan zie je dat wij, als je teruggaat in de tijd, hè, wij zijn daar ook producten van, is dat... ouders vanuit de goedheid, hè? Mm-hmm. Dus zeg maar om hun kinderen te helpen. Hè? Want je wilt eigenlijk als ouder wil je niet dat je kind pijn heeft. Dat is heel vervelend. En dat begint al bij het brengen naar de opvang. Als dan een kind gaat huilen, dan denk je, oh, dan voel je je als ouder heel vervelend. Ik spreek uit eigen ervaring ook. Hè? Dan voel je heel vervelend dat je dat kind erachter laat, want dat voelt niet natuurlijk. Echter, als je dan blijf je even staan en dan hoor je al, oh, hij of zij huilt niet meer. Oh, dan is het goed en dan kun je daar al wat meer in berusten. Terwijl zo'n opvang kan voor zo'n hele dag heel leuk zijn. Want ja, als dat kind thuis zit en die heeft verder niks om zich heen, dan moet hij, dan is het misschien een hele leuke dag. Ja, waarschijnlijk wel. Maar dus wij zijn als ouder heel erg gedreven, denk ik, om ook pijnen weg te halen bij onze kinderen. Ja. Ik zie ouders die ijsjes, dan komt er, ik was laatst ergens en dan... was er een kindje en die was een ijsje aan het eten. En er komt dan ging naast de vader zitten. En toen zei dat de kind had het ijs bijna op. En toen zei ze, ik vind het niet lekker meer. Toen zei die vader van, nou kom maar, dan geef maar aan mij. En dan ga je je maar een nieuw ijsje halen. Ja. Dat soort dingen. En die vader doet dat uit een goed hart. Want die wil graag dat het kind zich goed voelt. Echter, en dan kom ik terug op mijn punt met betrekking tot weerbaarheid, is dat wij in de kern hebben wij minder geleerd om met weerstand om te gaan. Ja. En dat is wat ik nu zie. En is dat er vooral bij jongeren ook. Ja. Hè? Dus ook bij de mensen die ik zie, die ook wat ouder zijn. Maar ik zie ook jongere mensen natuurlijk. Maar dus het maakt eigenlijk niet uit. Maar door dat weghalen van die pijnen eigenlijk, hè? Of vervelende momenten, het ongemak. Ja, absoluut. Daarmee leren dealen, hè? Ja. Dat we dat gewoon niet meer gewend zijn. Nee. Ja. En dus als je later in je leven dan geconfronteerd wordt met een situatie die heel erg vervelend is, ja, dan kun je het niet aan, want dan heb je eigenlijk dat nooit geleerd. En dat kan zijn een ontslag, dat kan zijn een baas, een manager die niet, die bot is of zo. Ja, dat kan allemaal heel confronterend zijn. Terwijl, en dat is wat wij mensen proberen te leren. Om door mentaal weerbaar te worden, dat je dus minder snel in zo'n burn-out situatie gaat. En in zo'n stress situatie gaat terechtkomen. Ja, en wat doe je daar? Ja, wat kunnen ze dan verwachten? Is weerbaarheid te trainen? Een deel zit natuurlijk vanuit je opvoeding. Dus als je altijd je ijsje opnieuw hebt gekregen, dan ben je comfort gewend. Ja, ik denk dat de wereld zeker nu...
steeds meer comfort biedt op alle fronten. Ja. Dus we zijn heel comfortabel, hebben een heel comfortabel leven. We hoeven niet meer weg te rennen voor een beer. Het eten is gewoon 2 klikken van ons verwijderd. Wat heb je daar tegenover te stellen? Wat ze ook een bepaald discomfort dan ofwel laat ervaren of hoe ze daarmee leren te dealen. Ja, kijk, dat is bijvoorbeeld als je met koude te maken krijgt. Mm-hmm. Hè? Dat is mm-hmm. eigenlijk niet, wij zijn niet gewend om koud te douchen. Dat is een hele simpele, maar een ijsbad gaat daar nog iets verder. Maar leren comfortabel te worden in zo'n oncomfortabele situatie, dat gaat je echt gigantisch helpen. Hè? Dus, ja. Dat brengt je eigenlijk weer in een mindset. Dat je eerst denken, mensen bij ons bijvoorbeeld als ze workshop volgen, denken ze eerst, oh nee, dat ijsbad, daar ga ik niet in, dat kan ik nooit. En dan helpen wij die mensen om ook mentaal, zeg maar, hè, wat ik vind het heel belangrijk voordat iemand dat doet, dat je heel goed weet, wat gebeurt er met mijn lichaam? En hè, hoe kan ik mijn mindset zo zetten dat ik dat wel kan? Hè? Hoe kan ik mezelf dat laten zien? Zonder dat te pushen. Dus gewoon heel op een natuurlijke wijze. Dat is waar zo'n workshop ook voor bedoeld is. Dat mensen gewoon leren van, hé, ik kan het gewoon. En daarom, en toevallig is het ook nog zo dat door de koude heb je hormonen vrijkomen. Dus dat is eigenlijk dubbel. Dus mensen hebben daar iets overwonnen voor zichzelf. En daarnaast komen er ook nog happy hormonen vrij. Dus als mensen uit zo'n ijsbad komen, ja, dan is het natuurlijk helemaal happy. Ja. Ja. Is dat voor iedereen weggelegd? Is iedereen zijn weerbaarheid te trainen? Of zijn er ook, is ook lichamelijk DNA, speelt het volgens jou ook een rol? Van hoe weerbaar ben je? Of is het toch echt die opvoeding en kunnen we dat altijd ja, kijk, heel vaak herprogrammeren? Om te zeggen dat iedereen, kijk, dat betekent dat er geen onderscheid zou zijn. Dat vind ik wel een hele harde stelling om te zeggen dat iedereen, maar ik ben er wel van overtuigd. Er zijn natuurlijk verhalen zat van mensen die in hele vervelende situaties zitten, die toch heel veel dingen voor elkaar krijgen. En ik geloof wel dat wij qua mind, en dan komen we, ja, we zitten hier daar juist voor, hè, mindset, en dat die extreem belangrijk is. Ja, ja. Kijk maar eens als je 's morgens opstaat en je hebt gewoon zin in de dag, ja, dan wordt een hele leuke dag. Ja. Maar als jij je stoot je aan de bedrand en je denkt, potverdorie, ik moet naar mijn werk, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, dat wordt niet zo'n leuke dag natuurlijk. En dat gebeurt allemaal hier. Hè? Want wij zijn niets anders dan, hè, ons leven, dat geloof ik echt, ons leven is niets meer en niets minder dan de perceptie van ons leven. Ja, ja. Dus, ik zeg dat ook heel vaak. Hè? Je hebt mensen huilend in een Ferrari zitten, maar je hebt ook mensen fluitend op die vuilniswagen staan. Ja. En dat is ergens gewoon een keuze natuurlijk. Ja. Van oké, hoe ga je ermee om? De situatie kun je uiteraard wel veranderen, maar soms niet altijd, niet per direct. Nee. Maar het is ook, hoe ga je er natuurlijk gewoon doen? Dus is weerbaarheid te trainen? Ja, ik denk het wel. Is dat voor iedereen weggelegd? Is koude training voor iedereen weggelegd? Nee. En moet dat? Nee, dat hoeft voor mij helemaal niet. Mensen hebben gewoon hun eigen keuze. Dat is voor mij heel eenvoudig. Maar ik heb soms wel het idee dat sommige mensen het van, maar dat weet je natuurlijk niet. Je kan niet iedereen zijn hele geschiedenis kijken, maar ik heb wel vaak idee dat sommige mensen hebben van nature wat meer weerbaarheid. Het ligt gewoon aan wat je wil. Hè? Thomas Tum vertelde, die zit helemaal in de vechtsportwereld. Die wil zichzelf ook heel erg triggeren. Hè? Ja. Maar er zijn mensen zat die dat op die manier niet willen, maar die willen dat op een andere vlak doen. Hè? Er zijn ook, daarom heb je ook verschillende hobby's. Ik bedoel, iedereen heeft zo zijn eigen ding. Ik vind dat heel belangrijk. Ja. Alleen, ik vind wel ook belangrijk daarin om uit te leggen dat wat het betekent om met koude training om te gaan, hoe je kunt leren om comfortabel te worden in zo'n oncomfortabele situatie. En dan is, als ik dat maar, als wij dat zeg maar vanuit mijn scherm op een goede manier uitleggen, dan is het aan de deelnemer, de keuze of je daar wel of niet mee aan de slag gaat, of dat je een keer gaat proberen. En er klaar voor bent. Ja, of dat wat voor je is. En het ligt ook helemaal aan de fase van je leven waar je in zit. Ja. Hoe doe je dat voor jezelf? Hè? Want veel zit ook van buiten je comfortzone treden, daar zit ook de ruimte voor je ontwikkeling. Hoe doe je dat zelf? Ben je daar zelf nog mee bezig? Ik zou zeggen, ga ze ondernemen inderdaad. Hè? Als je gaat ondernemen, dan komt dat vanzelf. Hè? Ja. Dat gaat natuurlijk zo. Ja. Ook je mindset gaat. Ja dat is echt. Ik ben ook gewoon, we zijn allemaal mensen. Ik bedoel, iedereen heeft zo zijn ervaringen. En dan gaat over neer natuurlijk. Hè? Ik heb dagen, denk ik, we gaan er vol tegenaan. Ik heb goede zin en het gas erop. En er zijn ook dagen dat ik het gewoon echt moeilijker vind. Omdat we tegen bepaalde dingen aanlopen die, ik weet gewoon van mezelf, ik ben vrij ongeduldig. Ik wil gewoon dingen heel snel. Ja, en als dat dan niet zo gaat,
Ja, dat vind ik heel ja. moeilijk om heel ja, goed te rijden. Ja. De gedrevenheid is ook niet afgenomen. Hè? Dat ja. wat je voor je ondernemerschap had, die zit er nog steeds in. Ja, dat mag jij zeggen. Hè, nee, ja, dus het doseren ervan. En ja, als je het op spanning houdt en probeert te forceren. En het stukje ongedeeld zal daar zeker niet bij hebben, maar dat we leren los te laten. Dus, Kijk, het is dat doseren inderdaad. En kijk, die gedrevenheid. Ik vertrouw daar ook heel erg op. Hè. Kijk, ik weet gewoon dat als ik voor mijzelf, als ik mijn bepaalde doelen stel, dan vertrouw ik er ook op dat ik. Dat we dat ook gaan behalen. En voor mij is het leren, vertrouwen op het proces. Ja. En dan kom ik ook vaker tegen dat ik denk van, waarom hebben we dat nu nog niet gehaald? En dan gebeurt dat een paar weken later. En dan denk ik, oh ja, dan had ik me eigenlijk niet zo druk moeten maken. Ik had gewoon rustig het proces moeten volgen. Dat is gewoon mijn les. Dus ik ben heel veel nieuwe lessen aan het leren. Ja. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, absoluut. Tof. Ja. Tof. Als je kijkt naar het belang van weerbaarheid, heb je een idee hoeveel mensen tegen burn-out aanlopen, hoeveel gevallen en het belang voor onze maatschappij om hiermee bezig te zijn? Ja, ik geloof dat 80% van de mensen in Nederland een keer in hun leven met een stresssituatie, zeg maar een zware stresssituatie. Ja. Wij ervaren dagelijks stress. Ja. Het zijn gewoon groot. Ja, en wij zijn ook zo actief. Alles moet tegelijk. Ik bedoel, we zijn de hele dag met de telefoon in de weer. We zijn altijd bereikbaar. We zijn altijd maar aan het gaan. Dus ja, wij zitten gewoon continu in een soort van stress situatie. Antwoord op jouw vraag. Ja, kijk, als je daarin een stukje rust kan vinden. En zeg maar met de situatie die minder voor jou uitpakken. Om daar op een andere manier mee om te gaan. Dan ervaar je wel minder stress. Ja. En ja, ik spreek met huisartsen, met fysiotherapeuten, met mensen in de zorg. Ja, het is gewoon echt heel heftig. Hè? En ja, ik vind het zonde gewoon. Ik vind het echt zonde. Ja. Kijk, als je echt de zware psychiatrische problematieken. Ja, ik bedoel, dat is ook niet iets waar wij ons met scherpen mee bezighouden. Maar de licht, en dan schaar ik mijn burn-out ook onder licht, even los van. Dat ik het zelf heel erg vervelend vond dat ik dat mee moest maken. Maar dat schaar ik dan onder lichte mentale problematiek. Met een aantal handvatten en wat zeg maar kennis en kunde over hoe kan ik mijn mindset daarin veranderen. En wat doet dat met mij en hoe kan ik het. Ja, dan zou ik het geweldig vinden als wij voor heel veel mensen, zeg maar, dat we mensen daarmee kunnen helpen. Want je kunt het voor zijn daardoor. Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Ja. Hè? En ja, als ik absoluut. Nu hoor dat van de meiden tussen 15 en 18, dat daar al 46% van de meiden is, daar al depressie en allerlei van dat soort. Ja, dan denk ik mee. Hoe komt dat, denk je? Want voor mijn gevoel is dat ook bij de jongeren. Ja. Toch meer dan in welke generatie dan ook. We hebben het daar toen straks ook een beetje al over gehad. Hè? Over het comfort en de protectie die we hebben over onze kinderen. Dat zal wellicht een van de redenen zijn. Zijn er andere redenen waarom specifiek bij jongeren dat toch zo enorm drastisch is? Ja, ik denk dus een deel uit de opvoeding meekomt. Dus dat er ook wat er zijn best wel wat weerstanden voor hun weggehaald. En daardoor kunnen ze minder goed omgaan. Daar kunnen ze niks aan doen, maar dat hebben ze gewoon zo geleerd. En minder goed omgaan met weerstand, met dingen die tegenzitten. Dat is er één, denk ik. En daarnaast denk ik ook dat als je, kijk eens om je heen. Veel jongeren die er nu nog op school zitten, die hebben gewoon 2 jaar lang ongeveer thuis moeten zitten. Ja. En in corona, als iets belangrijk is voor jongeren, is verbinding met. Ja, het is überhaupt belangrijk voor mensen. Alleen als je wat ouder wordt, heb je. In mijn situatie heb ik niet meer zo'n grote, brede sociale kring. Ja, natuurlijk wel vanuit ondernemerschap en kennis en relaties. Maar in een ontwikkeling van een jongere is het superbelangrijk om een mooie sociale kring om je heen te hebben. Ja. En vrienden. En als je die niet kan zien en niet met ze kan afspreken en niet in die dynamiek van school kan acteren. Ja, dan geloof ik 100% dat als je daar de hele dag alleen op je kamer zit of thuis hangt. Ja, dat is niet prettig. Nee, dat is gewoon niet goed. Ja. Dus, En de telefoon, hoe speelt die volgens jou nog een rol daarin? Gigantisch. Gigantisch. Ik vind, dat vind ik wel een leuke. Te proberen. Je zou eens met een vriendin of een vriend met elkaar moeten gaan praten. En dat er is gewoon dat je van tevoren dat één iemand gewoon op zijn telefoon gaat zetten midden in een gesprek. Dus als ik bijvoorbeeld nu met jullie in gesprek ga, ik ga nu op mijn telefoon zitten en dan eens goed voelen wat er dan gebeurt.
En goed observeren. En wat zul je dan zien? Dan zul je zien dat iemand totaal uitcheckt uit zijn hele omgeving. Ja. Ja. En dan zie je dus, waar gaat de energie naartoe? Als ik nu met jullie bezig ben, ben ik met jullie gefocust, ben ik heel gefocust op het gesprek. Ik kan dat zelfs voelen. Ik voel groepsdynamiek. Ja, dat voel je. Echter, als ik nu mijn telefoon pak, dan zijn we totaal lost ook, letterlijk. Zowel bij jou gebeurt er iets als bij mij dan. Hè? Ja, of als bij ons van, hè, dan voel je, dan voel ik me ook niet van, oh, ik ben jouw aandacht niet waard. Dat doet ook weer wat met de ander en met jezelf. Ja, en dat dus die telefoon is, als je daarin, en dat is ook weer, je kunt 100 keer zeggen, leg je telefoon weg. Hè? Ik zie het bij mijn oudste dochter ook, die heeft ook een telefoon die ze, maar die heeft ze heel veel, leggen we die weg, want ik vind ook geen iPads en allemaal dat vind ik allemaal niet belangrijk. Maar als je alleen al bewust weer bent, zo waar we het nu over hebben, dat dit gebeurt, en als je dat zelf een keer ervaart, daarom moet je het voelen, en dan weet je, als ik met jou aan het praten ben, en ik doe dat, ik pak mijn telefoon en ik ga daar naar kijken, dan weet ik, en ik weet hoe jij je voelt, dan, en we draaien het om en ik voel het zelf ook, dan doe ik dat niet meer bij de volgende keer. Ja. En dat is gewoon weer die van onbewust, onbekwaam, want heel veel is het gewoon onbewust. Hè? Als je, als ik tegenwoordig met jongere mensen sta te praten, is het heel normaal om dan gewoon in het gesprek de telefoon te pakken, even een appje tussendoor te sturen. Sterker nog, ze tikken gewoon tijdens dat je elkaar gewoon aankijkt. Ja, ik kan dat niet. Ik ben al wat met de ouder. Maar ik kan dat niet. Ja. Maar in ieder geval, dat deel. Dus dat je daar een stukje bewust wordt. Dus het is onbewust weer onbekwaam. Naar weer bewust onbekwaam. Naar bewust bekwaam. Ja. Dan even kijken naar bewustzijn. En doelen. Heb je bewust bepaalde doelen die je zegt van, nou, daar wil ik over 5 jaar staan. Een belangrijke quote van ons is, set your mind to achieve your goals. Mindset speelt een belangrijke rol bij. Ja, zeker. Waar wil je over 5 jaar staan? Ja, goed. Waar wil ik over 5 jaar staan? Ik heb daar wel mijn beeld bij. De kern is gewoon dat wij voor mensen maximaal willen toevoegen op het gebied van gezond, gelukkig en sterk. En dat we zeker in een stukje preventie kunnen werken om jongeren, maar ook eigenlijk de hele linie van mensen. Wij focussen ons met name binnen bedrijven natuurlijk. Ja. Hè? Maar gewoon in de breedte. Hè? Want je bent niet je werk. Hè? Je bent een persoon. Hè? Je bent bewustzijn. En dat je bent daar op het werk en dan ben je zeg maar privé thuis. Mensen daarin bewust maken. Dat is eigenlijk mijn grootste doel, zeg maar, vanuit mijn scherm. Om dat voor zoveel mogelijk mensen te kunnen bewerkstelligen. Ja, tof. Visualiseer je dat doel dan ook? Neem je daar de tijd voor? Of met een moodboard of een visionboard? Ja, tuurlijk. Neem je gewoon de tijd in dat ijsbad of ergens om te denken van... Een van de meest krachtige... Een van de meest krachtige dingen is het visualiseren van je doelstellingen. En wat daar nog wel bij komt, is je hebt dan zeg maar de secret, maar de law of attraction. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van, daar zijn er wel meer van. Think and Grow Rich, als je dat boek leest. Volgens mij hebben jullie dat ook een keer besproken. Ja, klopt, in de video van een paar weken geleden. Ja. Nou, wat zie je daar? Wat daar heel belangrijk is visualiseren, maar daarnaast ook... actieplan. Precies. En daarnaast is natuurlijk, dat is belangrijk, maar ook het voelen, het echt willen. De emotie erbij. Dat is bij ons ook, zeg maar. Ik voel dat, en dat komt weer, omdat ik dat zelf heb meegemaakt. En als ik jou bij me heb, en je hebt datzelfde, dan wil ik, en dan gaat alles, wij gaan er alles aan doen om jou daarvoor te helpen. En dat voel ik heel sterk. Ja. Nou, en dat gevoel moet iedereen die bij mij scherp actief is, dat wil ik overbrengen. Dat we dat als bedrijf meegeven aan mensen. Er zullen veel mensen kijken. Mensen die zelf al flink bezig zijn met die klim. Die assistentie kunnen gebruiken. Mensen die helaas wellicht toch in dat dal nog zitten. Die wellicht nog meer die hulp kunnen gebruiken. Sjoerd, waar kunnen die mensen jou vinden? Heel simpel. Mescherp.nl. En dan zijn ook op de social media actief. Insta. Ook als je op Mescherp zoekt. Of Mescherp.nl. Dan kun je ons vinden. Ja. We zetten ook alle links in de beschrijving in de video. Sjoerd is ook te vinden op Mindsetters als auteur. En ook vanuit daar kun je doorklikken naar ofwel zijn artikelen op Mindsetters, deze podcast en ook naar alle social kanalen van Sjoerd.
Dan ter afronding hebben we ook vaak nog een vraag. Ja, zoals je weet, wij zijn heel erg fan van boeken. Daar, yeah. Daar schrijven we veel over. Daar hebben we het veel over, ook in onze video's. Heb je nog als laatste een boekentip voor de luisteraar en de kijker? Ja, absoluut. Ik blijf erbij dat dat boek Think and Grow Rich. En het mooie is dat als mensen dat nog niet kennen, zeggen ze, oh, dat gaat over heel veel geld verdienen. Nee, ja. Daar gaat het nou net niet om. Ja. En het rich vind ik dat je rijker wordt door te leren wat je met je mindset en de juiste, voor jezelf de juiste mindset kan bereiken. En ja, dat geldt zowel voor mensen die al wat, wat ouder zijn. Jonge mensen die een carrière willen bouwen, een bedrijf willen opzetten. Maar dus ook mensen als ik die een andere keuze maken later in hun leven. Ja, je kunt eigenlijk echt heel erg veel bereiken. En dat vind ik het mooie aan dat boek. En dan is het niet een keer van één keer doorlezen, maar dat boek moet je gewoon echt bestuderen als je daar iets mee wil. Dus dat zou mijn tip zijn. En wat ik gaaf vind is meer, en dat is meer een boek daarnaast over dat het spreekt tot de verbeelding, is dat boek van Wilco van Rooyen over de beklimming van de K2. Ja. Ik krijg daar gewoon kippenvel van als ik er weer aan denk. Die ken ik niet. Dat is zo'n heftig verhaal. Dat is echt fantastisch. Ja. We zetten beide boeken ook even een link in de beschrijving. Super. Net als de verwijzing naar jouw website, naar jouw socials. Dan gaan we hem hiermee afronden. Sjoerd, ik wil jou enorm bedanken voor jouw komst. Ja. Voor de inspiratie en de kennisdeling. Luisteraar, kijker, enorm bedankt voor jullie tijd en jullie aandacht. En we zien jullie graag volgende week weer met een nieuwe podcast. We'll be right back.